Dames en heren, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ga ik voor het allereerst ooit solo Rocket League Competitive spelen. Ongelooflijk leuk, ongelooflijk spannend. Maar voordat ik ga beginnen, neem ik uiteraard een slok van No Excuse Energy. Oh, verschrikkelijk lekker. Oh shit, ik begin al. Mensen, welkom. Vandaag ga ik even laten zien... Oh, wat doe jij nou? Hij komt helemaal niet. Huh? Huh? Oh, huh? We stonden precies tegen elkaar aan. Of zo. Hè? Ik begrijp er helemaal niks van. Mensen, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker. Abonneer op Koen 2. En wat jullie net zagen, No Excuse Energy, is het nieuwe energiedrankje, energiepoeder wat ik heb gemaakt samen met een studievriend van mij. Jullie hebben het misschien al gezien op mijn Instagram. Als je me daar nog niet volgt, doe het dan zeker. Oh mijn god. Oh. Waarom kan deze gast Rocket League? Het is voor onzin. Oh, hij mist. Hap, daar gaat hij. Ja, ja. Ja, ja. Oh, ja. Nee. Oh. Ah, jankt hem er bijna in. Maar jullie hebben het waarschijnlijk al van gehoord. Of op mijn Instagram. Zo niet. Volgende maand niet op Instagram. Doe het even. Mijn Instagram is Koen. K-O-E-N. Hop. Ja, ja. Oh, zieke dribbel. Ja, 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 ja. 1-0. Of op mijn eerste kanaal. Dit is het, jongens. No Excuse Energy. Het zorgt ervoor dat je beter kan concentreren, minder vermoeid raakt en je krijgt er meer energie van. Nou, dat heb ik op zich niet nodig, meer energie. Hey, dit heb ik echt heel goed gedaan, dit is echt ziek cool, man. Hey, boy, come on, hè. Maar je ziet het, jongen. Ik neem even een paar stokjes en echt gelijk, ik ben verbiest. Het is echt super lekker en ja, met name gewoon chill omdat je lang kan concentreren. Voor game is het top. Ik krijg ook heel veel vragen, maar deze man doet helemaal niks. Oh, zieke redding, man. Ik krijg heel veel de vraag. Koen, mijn eindexamens komen eraan. Kan ik het gebruiken om te concentreren? Ja, letterlijk. Het is gewoon top. Het zorgt voor een betere concentratie. En ja, je kan ook koffie drinken of weet ik veel wat. Dat helpt natuurlijk ook daaraan. Maar ja, dit is echt veel lekkerder dan koffie. En je krijgt er geen... gele tanden van. Ik zie alleen maar voordelen. Nee, maar mensen, ik heb dus wat leuks. Oh, zieke de battle. Op het moment dat jij nu... Oh, is een goede bal. Op het moment dat jij nu dit bestelt en de code Koen gebruikt, terwijl je en een lekker potje No Excuse Energy bestelt en deze dikke vette shake beker, dan is afvraag Koen, waarom is die vies aan de onderkant? Ja, dat komt omdat ik ben natuurlijk... Ja, ik veeg het er ook zo af. Ik ben natuurlijk bij mijn huis geweest, bij mijn nieuwe huis. Voor de mensen die het niet weten, ik maak verhuislos op Koen. Eerste, dit is echt levensgevaarlijk. Als je niet oppast, flikker je zo het trapgat in, dus hier moet sowieso iets komen. En toen heb ik hem daar neergezet. Alleen ja, daar is het natuurlijk hartstikke stoffig, omdat daar ja, alles gesloopt is. Dus vandaar, het is niet dat hij zo aangeleverd wordt, geen zorgen. Maar ja, ik gebruik hem ook gewoon dagelijks. Ja, dat kan er ook mee te maken hebben. Hey, trouwens, ik maak deze vent helemaal kapot, hè. Daar hebben we het nog niet eens over. Hatsa! Oh, dit is naar... Oh, dit is heel naar. Oh, oké, kom op, Koen. Oh, wat, ik ben er gewoon eerder bij. Haha, niks daarvan. Hij heeft gewonnen de opgave, jongen. Lekker, jongen. Eerste overwinning is binnen, geen enkel probleem. Dus mensen, staat een link in de beschrijving en koop het. Je moet opschieten, want straks is het uitverkocht en dan is het allemaal weer huilen. Ik zag dat met mijn creatorcode HelpKoen, alle opbrengsten gaan naar Stichting Aap. Al $328 gaat naar mij toe. Ik weet niet wanneer het uitbetaald wordt, maar als het uitbetaald wordt, nou, volg mij op Instagram Koen, want dan, ja, ja, dan gaat het natuurlijk allemaal naar Stichting Aap. En Stichting Aap blij zijn, jongen. Echt lekker, jongen. Nou, er is weer een slokje genomen. Daar gaan we weer. Goh, hey, jongen. Top 14, jongen. Hap. Oh. Hap. Ja, ja. Hap. Ja, ja. Druk hem weg. Oh, shit. Ik zat ernaast. Aardig. 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 Ja, ja. Ja. Oh, wat smerig en goed. Oh, jongen. Echt, jongen. Waarom zou je weer de air dribbelen als je ook gewoon zo goed bent? Zoals ik? Mooi schot. Oh, dat is dan niet dit. Dank je. Dank je. Ja, 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 mooi school. Dankjewel, jongen. Hey, maar ik maak ook nog eens vrienden, jongen. Echt, jongen. No Excuse Energy, maak je vrienden van. Nee, bedoel ik. Van. Maak je vrienden van. Hoppa. Oh, 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 oh. Nee, ik zit ernaast, maar hij ook. Oh, nee. Ik heb hem. Oh, wat een redding. Dat was helemaal bedoeld zo. Ja, 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 ja. Tak. Hop. Ja, ja, dat doe ik toch wel aardig, hoor. Ja, dat doe ik toch wel aardig. Ja, 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 ja. Echt, jongen. Plaat in mijn kom. Wanneer je deze pot bestelt... Deze fantastische pot. En deze bij je winkel mag je erbij doen. Deze shakebeker. En dan de code Koen gebruiken. Dan krijg je de shakebeker gratis. Kut, ik moet er altijd op. Dan krijg je de shakebeker gratis. Nou, die aanbieding is er maar even. Dus ik zou zeggen, maak er gebruik van, mensen. Oh, oh, oh. Oh! Ja, weer de redding. Deze vent is echt heel slecht. Maar laten we dat gewoon niet doen. Laten we gewoon zeggen dat ik goed ben. Oh, hij zit ernaast. Ja, ja. Ah, fuck. Dit is echt een comedy capers, jongen. Hop. Ja, ja, denk je van, hij tikt hem even weg. Nee, 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 kijk, hats. Hats. Ja, mensen, hier kunnen jullie waarschijnlijk echt niet naar kijken. Ik ga maar even terug naar achter. Die tegenstander is ook slecht. Hop. Ah, dit is jammer, zeg. Hop. Nou, die heeft hij wel. Ja. Deze man die is nog sterker dan die vorige. Dat is echt wel... Oh, kut, die gaat erin. Shit. Oh, nee. Nee, nee, nee. Dit is niks.
Oh, dit is lekker. Dit is echt heel akelig lekker. Dit is echt heel akelig en lekker. Hatsa, wat lekker zeg. Deze snoep er toch even lekker mee. Helemaal niks mis mee. Trouwens, even iets anders. Er komt in de doos, zit zeg maar zo'n scoopie. Zo'n scoop ding waarmee je het kan doen. En een hele scoop is 11 gram. Mensen vragen van, gebruik je dat helemaal? Wat doet hij nou? Hij komt niet uit. Hé, hey, ik zie dat gewoon slecht. Ik ben gewoon blind aan het worden, denk ik. Want dit is natuurlijk akelig. Ah, dit is slecht. Dit is vervelend. Ik zelf doe echt maar een half tot driekwart scoop. Want anders wordt het voor mij te zoet. Maar dat ligt natuurlijk echt aan per persoon. Aangezien ik maar een halve scoop doe, kan ik er wel twee keer zo lang mee doen. Dus dat is wel lekker. Oh, ik heb geen boost. Ja. Hop, natuurlijk. 4-2, geen probleem. Ja, mensen, wat jullie hier zien is pure platinum play. Het is ongelooflijk. Oeh, die doet hij toch wel aardig, moet ik zeggen. Nou, dit heb ik helemaal niet goed gedaan. Nee, dit doet hij goed. Ja, ik zat er echt helemaal niet goed bij. Nee. Echt verschrikkelijk. Het was echt verschrikkelijk. Let's go. Ja, nu komt hij echt niet. Zie je wel? Ah, had ik nou maar gechipt. Ja, dit is heel goed, Koen. Zieke dribbel. Wauw. Wat wil hij doen dan? Ik ben fucking on fire. Kijk dit, mensen. Wauw. Ja, je zou afvragen, Koen, waar is Matty? Ja, hij wil niet meer met me opnemen, volgens mij. Hij haat me. Nu ik een paar keer heb gezegd of wij ook een rimduo willen worden, net zoals Rob en Roel. Ja, nu wil hij me niet meer. Nee, grapje. Hij zat eten. Omdat hij ineens een maand lang gaat uploaden. Want anders gaat hij kaal. Even, dat is toch lekker, mensen, dat ik dat gefixt heb. Dat hij dan kaal gaat en dat ik hem kaal mag scheren. Dat is het allermooiste ooit. Maar wat natuurlijk het mooie is, kijk, als ik hem kaal moet scheren, dan gaat hij echt scheermes kaal. Terwijl, ja, als Roel hem kaal moet scheren, dan had Roel nog een beetje medelijden, weet je wel. Die ging dan millimeter of zo. Nee. Medelijden doen wij gewoon niet aan. Het is gewoon echt, kaal is gewoon kaal. Oh, ik heb bijna een zieke dribbel, man. Dribbel. Hap. Ah, je doet hij me doodmaken. Wat triest. Mis je hem nou? Mis je die bal? Wat als de herhaling je laat zien, is het een soort van zieke goal. Oh mijn god, zieke goal! Oké, laat toch maar zien. Hij heeft de wedstrijd verlaten. Yes, lekker. Moeten tegen Circular Eagle. Ja, dan weet je het al. Makkelijke overwinning natuurlijk. Ja. Oh, hij dribbelt me eruit. Nee, dat is helemaal niet waar. Hop. Ah, dit is niet goed, hè. Maar dit wel. Oh, natuurlijk. 1-0. Ah, jongen. Dan win ik gewoon 3 potten op rij. Is niet erg, jongen. Ik ga platinum in. Ik weet het zeker. Mooi schot. Ja. Hop. In de mut, natuurlijk. Nou, wat hij nu aan het doen is, ja, dit is echt easy, jongen. Ik win er gewoon 3, hè. Ik zweer je, als ik er doorga, kom ik echt in platinum. Hoppa, natuurlijk. Wat, nog een goal. Wat een fantastische aftrap weer. Goh, mensen, kinderen. Meh, tuurlijk, 5-0, ja, maar dit staat nergens. Ik sta een minuut met 5-0 voor, waar gaat het over? Allemaal lief zijn hier gewoon. Nou goed, u kent het wel, we hebben gewonnen. Ik ga even lekker smikkelijk weer zo terug. The next day. Let's go. Ik heb nu toe alles gewonnen, dit is echt heel lekker. Mensen, bedankt voor het kijken. Koop No Shoes Energy. GG, goed gespeeld, iedereen dansen. Koop No Shoes Energy en dan zie ik je bij de volgende video. De groeten.